Wat Ardo typeert is... Wij zijn een West-Vlaams bedrijf. We hebben een West-Vlaamse mentaliteit. Heel no-nonsense. Koploper in de sector. De mensen staan centraal. We hebben toffe collega's die samen het beste product leveren. Ardo kan zich onderscheiden net omdat we een stap voorstaan op niveau van innovatie. Het ook heel veel aandacht heeft voor duurzaamheid. Wij ademen duurzaamheid. Onze kernactiviteit is het aanbieden van een volledig assortiment groenten, fruit en kruiden. En we verzorgen dan de volledige ketting van het veld tot bij onze afnemers. Ons familiebedrijf is Ardo. Wat dat de mensen hier, denk ik, echt motiveert, is dat zij impact kunnen hebben op het bedrijf. Dus niet repetitief handelingen uitvoeren, maar elkaar challengen. Hè. Ik vind dat we zijn zoals een sportteam. Iedereen heeft zijn positie, weet wat hij moet doen om samen als team het beste resultaat naar voren te brengen. Onze drive is ondernemen. We gaan ervoor zorgen dat ons bedrijf groeit. Ook gaan we gaan zoeken naar heel innovatieve producten. En daarbovenop doen we ook regelmatig overnames in binnen- en buitenland, ook om het bedrijf verder te laten groeien. Duurzaamheid staat bij ons op nummer 1 in termen van kernwaarden. Een tweede punt is innovatie. En een derde punt is dat onze mensen centraal staan. Mimosa staat voor Minimum Impact en Maximum Output Sustainable Agriculture en is eigenlijk het programma van Ardo rond duurzaam landbouw. Dus de eerste generatie waren landbouwers en dat proberen we ook in stand te houden. Dat respect ook voor de natuur. Het feit dat duurzaamheid in ons DNA verweven zit, geeft ons net dat stapje voor op de concurrentie. We hebben overal bedrijven in alle Europese landen ongeveer die gelijkwaardige activiteiten ontwikkelen. Dat netwerk van productiebedrijven verdeeld over heel Europa, dat maakt ons toch uniek. De uitdaging voor Ardo zal denk ik zijn, wat zal Ardo niet doen in de toekomst? En we willen ook verder groeien, die eigenlijk vooral vandaag binnen Europa was, maar we willen dat ook verder gaan doen in andere markten, Noord-Amerika en andere gebieden. Verder groeien om eigenlijk binnen ons segment marktleider te blijven.